actie. En weer terug bij de livestream van deze derde dag van Cultuur in Actie. En ik heb hier aan tafel Edgar Lamaker. Je bent een heleboel dingen, maar ik doe maar even productieleider. Maar vooral, je bent ZZP'er. Je zit dus niet ergens vast. Nee. Ik ben sinds 2000 ZZP'er. Daarvoor werkte ik bij Joop van den Theaterproducties. Jaren in loondienst. En sinds die tijd doe ik heel veel verschillende dingen. Wat op mijn pad komt en wat ik zelf leuk vind om te initiëren. En de laatste tijd eigenlijk heel veel voor grote en ook kleine producties. Ja, de vraag roept bij mij is dan meteen de vraag: waarom ben je weggegaan bij zo'n zekere job bij Joop van den Ende? En ben je zelfstandig in een onzekerheid Dat kwam omdat iets op mijn pad kwam en dat was eigenlijk productieaccountant voor een film. Film Minus. Een film? Ja. Oh ja. Film Minus van Bernie Wos. En toen was het een keuze van, mag ik dat in spare time doen bij Joop van den Ende? Toen zei ze, nee, dat kan niet. En toen dacht ik, nou, dan is dit het moment. Dan word ik ZZP'er en zelfstandig en dan ga ik die film doen. En dat heb ik toen gedaan. En je zei 2000, geloof ik. Dus dan, dan ben je het al behoorlijk lang. 20 jaar namelijk. Dus je hebt enorm veel... Ik heb een jubileum eigenlijk. Ja, maar wat voor klus... Je gaat dus van de ene klus naar de andere. Ja, vaak lopen dingen in elkaar over. Ja. Dus ik doe ook vaak financieel voor traject. Begroting maken. En dat gaat dan soms door of soms niet. En ook uitvoerend productiewerk. Maar goed, je hebt het over Minus, dat is dan een film. Ja. Zijn dat grote klussen, kleine klussen, grote producties, kleine producties? Ja, eigenlijk van alles. Joop van den Ende dus gedaan. En toen Soldaat van Oranje, als laatste eigenlijk. Zo'n beetje als grote productie. Daarvoor werk ik nog steeds voor Engeland, omdat we daar eigenlijk Engeland wilden opstarten. Dat ligt nu bijna stil, uiteraard. Dat zijn we aan het afbouwen tot een moment dat we weer op kunnen starten. Maar ook heel kleine productietjes voor Sesamstraat, theatervoorstelling ooit. Kleine stichtingen waar ik dan penningmeester ben. Oh ja. Nou, dan weet je dus... Nederlandse opera, niet vergeten, heb ik ook. Oh, en de Nederlandse opera ook. Productieleiding gedaan, ja. Dus dan weet je als geen ander, ook als je penningmeester bent. Ik geloof nu dat ik een... Een storing. Ik verlies iets. Doe het even zo. Straks is het weer weg, dames en heren. Dat betekent dus ook dat je als geen ander weet wat voor gevolgen dit allemaal heeft. Maar ik wil het eigenlijk hebben, omdat jij bent ZZP'er. Mm-hmm. Dus dat betekent dat van het ene op het andere moment alles stil is komen te liggen. Ja. En doe jij nu een beroep op die regeling die er is voor ZZP'ers? Nog niet. Moet ik eerlijk zeggen. En dat komt omdat ik in Engeland nog aan het afbouwen ben. Dus ik heb nog wel wat werk. Ja. Maar dat is eigenlijk vanaf juni zo'n beetje klaar. Dus ik moet het nu wel gaan aanvragen. Omdat dat gewoon niet anders kan. Want voor de rest ligt alles stil. De bestuursfuncties zijn uiteraard non-profit voor mij. Daar krijg ik geen verdiensten in. Dat is meer omdat ik dat graag wil doen. En ik maak me heel erg zorgen vooral over de mensen die in diezelfde situatie komen, dat ze geen geld verdienen en ook geen toekomst zien. Want dat is natuurlijk de angst. Want jij zelf ziet ook geen toekomst. Nou, in theater op het moment niet. Nee. Kijk, als je uit gaat rekenen, dan zit je... Dus wat betekent dat dan? Voor... Ja, iets anders doen. Iets anders gaan doen. Dus dan ga je omscholen. Ja, omscholen of andere vak vinden. Ik zag het item van Robin, heet hij volgens mij. Een jongen die nu op een vrachtwagen zit en spullen rondbrengt. Ja, dat was gisteren, ja. Ja, als dat nog een half jaar duurt, of een jaar duurt... En we weten niet hoe het theater open gaat... met de hele capaciteit of met een klein deel... dan gaan er heel veel dingen niet meer kunnen. En hoe bedoel je? Want dan, wat je dan eigenlijk zegt is dat mensen zich om laten scholen... en dan weg zijn, verloren zijn gegaan voor het theater. Ja, dat geldt niet alleen voor de mensen backstage... maar vooral ook voor creatievelingen, creatieve mensen... die geen kans krijgen om een voorstelling te maken... om daarin te experimenteren, om daar hun creativiteit in kwijt te raken... gaan die wel... zo lang kunnen wachten of gaan ze iets anders doen. En ja, als je eenmaal, ik moet een beetje chargeren, maar bij een bank werkt... ja, dan ga je misschien leuk in een hobbyvereniging... maar niet meer waarschijnlijk in het volledige
circuit. En als je dan bedenkt dat ik geloof 1 op de 3 mensen in de culturele sector ZZP'er is, ja, dan betekent dat dus dat er een enorme infrastructuur weg zal zijn over een half jaar. Ja, en in 70% zit denk ik ook alle freelancers, mensen die wel in loondienst zijn, maar die net zo goed natuurlijk eigenlijk zelfstandig zijn, maar niet ZZP'er, dus niet een rekening sturen of een factuur kunnen maken. Dat is afgebroken. En de doorlooptijd van producties, nieuwe producties, is toch minimaal een jaar, denk ik. En soms 2 jaar, en soms 3 jaar. Dat merken we dus pas over een aantal jaar. Dat er geen content is in het theater. En daar maak ik me echt zorgen over. En ik denk dat daar ook veel meer aandacht nog voor moet komen. Dat mensen beseffen wat je nu stopt, dat over een jaar of 2 jaar effectief niet meer er is. Maar goed, je kunt er aandacht voor vragen. Dan is ook nog de vraag wat je er aan doen moet. Want je kunt mensen niet weerhouden zich om te scholen. Want er moet brood op de plank. Dat klopt. Dat is ook het grootste dilemma. Dus ik denk dat er een vorm moet worden gevonden waarbij we wel dingen kunnen doen. En ook met grotere hoeveelheden publiek. Hoe is natuurlijk een discussie die je met elkaar moet voeren. Ja. Iedereen nu het hoofd over. Ja, maar die moet gedaan worden. Willen we niet over een jaar, 2 jaar zeggen... dat hebben we eigenlijk toen niet goed gedaan. Want alles is nu stilgevallen. Ja, en laten we zeggen, alle losse handen gaan verdwijnen... die ook allemaal zo belangrijk zijn bij bijvoorbeeld theater en operaproducties, balletproducties. Ja. Alle podiumkunsten. Ja. Goed. Ja. Edgar Laanmaker, hoeveel mensen ga jij vertegenwoordigen, denk je? Nou, er zijn nog andere mensen, omdat ik bij verschillende projecten werk, die daar ook voor komen. Ik ben nu eigenlijk voor 2 stichtingen. En voor die 2 stichtingen wil ik me in ieder geval aanmelden. En dat zijn in totaal 11 mensen. Met 11 mezelf mensen. Bij. Ja. Die worden erbij geteld als jij je handtekening zet. Oh, fijn. Dankjewel. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dankjewel.